De schitterende prestaties van ons team het afgelopen seizoen worden beloond. Trainer Yves Van der Hagen verlengde zijn contract tot juni 2018. De KVK-coach ligt voor nog 3 seizoenen onder contract bij KV Kortrijk. Yves Gerritsarmé is tevreden met zijn verlengd verblijf in het Gouden Sporenstadion. Ja, ik ben uitermate tevreden. Ik denk dat het sowieso ook wat zekerheid geeft voor mij. En ja, het geloof van de club dan naar mij toe is ook weer gestegen. Dat we zeggen, is continuïteit. Ik denk dat een trainer vooral content is met een contract van 3 jaar. Dat betekent toch dat we toch nog een tijdje samen gaan werken en dat ze tevreden zijn. En het is misschien ook een signaal naar de groep om te zeggen van kijk, we gaan door met hetgeen die goed is. Onze fans zingen luid op zijn naam. Onze coach voelt zich duidelijk in zijn sas bij Kortrijk. De KVK-trainer is ook tevreden met het vertrouwen dat hem gegeven wordt. De supporters staan ook volledig achter mij. Dat was al vanaf het begin als ik getekend had. En laten we zeggen, als je dat voelt, dan weet je dat je goed zit. En ik woon ook heel dichtbij. Voor mij moest er eigenlijk niks veranderen. En ja, het vertrouwen is nu gekomen vanuit de club om mij een verlenging van een contract te geven. De 4e plaats in play-off 1 blijft onze ambitie. Maar onze trainer kijkt ook al vooruit naar het volgend seizoen. De eerste ambitie is natuurlijk proberen een Europees ticket te halen. Maar dan proberen opnieuw volgend jaar een rustig seizoen te draaien. En op een of andere manier was de doelstelling zeker niet play-off 1. En hebben we die volledig eigenlijk overhoop gespeeld. De ambities waren zeker niet zo hoog of dat we nu eigenlijk staan. Maar dan zie je dat de mayonaise pakt tijdens het jaar en dan moet je inderdaad je ambities gaan verleggen. De fans zijn dit seizoen duidelijk verwend geweest. Yves Van der Hagen hoopt om ook volgend seizoen hetzelfde soort voetbal te brengen. Om beter te doen of dit jaar zal misschien zeker niet evident zijn. Maar we proberen wel onze kern opnieuw te verstevigen en ja, van hetzelfde stramien uit te gaan. We proberen goed voetbal te brengen, veel spektakel te brengen naar de supporters, veel doelpunten. En wat vooral ook belangrijk is, is zoveel mogelijk van de spelers en de groep samen te houden. Onze trainer is nu al zijn 7e seizoen aan de slag bij KV Kortrijk. De KVK-coach kent het huis als geen ander. Ik ben eerst 6 jaar hulptrainer geweest. Dit jaar dan op de troon gezeten, laten we zeggen. En op handen gedragen. Ik voel dat ook wel. Dat is zeker te maken met de goede prestaties natuurlijk. En ik hoop, als het misschien volgend jaar dan ietsje minder gaat, dat de ploeg ook blijft achter mij staan. Of de supporters ook natuurlijk. Maar ik heb er ook geen schrik voor. We gaan er opnieuw keihard tegenaan. Met misschien een aantal frisse elementen terug. Die ook weer heel veel kunnen, laten we zeggen, bijleren. En dat we dan toch nog een stevige ploeg zullen hebben op het veld.